De top 3000. Ja, de avond valt ondertussen en naast mij zit in mijn charmante salons. Alles goed? Ja, Luc, ça va? Ben je in vorm? Ik ben meestal in vorm. Er zijn weinig dagen dat ik niet in vorm ben. Nee, nee. En muziek speelt een grote rol in uw leven? Muziek is een rode draad. Het eerste dat ik doe, morgens is de radio opzetten. Je zegt muziek is een rode draad in mijn leven. Wat zou jij zonder muziek zijn? Ik vraag me eigenlijk soms af, wat zou het zijn, het verschil, hè? Als je moest kiezen, doof of blind? Ja. Blind, direct. Ja? Nooit meer kunnen horen, nooit meer muziek vooral kunnen horen, of kinderen horen lachen, of vogels horen fluiten. Ik denk dat dat voor mij een doodsteek zou zijn. De top 3000? Ik vind dat altijd een hele moeilijke. Er zijn zoveel goede liedjes. Wat moet je kiezen? Hè? Iedereen heeft wel 1000 favoriete nummers. Ja, ik zou zelf zoiets een top 300 willen samenstellen. Ja, dat gaat van links naar rechts, van boven naar onder, van zwart naar wit, van reggae naar R&B, van disco naar hard metal, denk ik dan. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Lekker AC/DC'tje af en toe. Is niet misplaatst. Maar je moet de luisteraar inspireren met één bepaald nummer. Welk nummer draag je diep in het hart? Ik ben een fan van de grote meesters uit de vervlogen tijden, de Belgische meesters. En dan zit ik altijd zo wat melancholisch te denken aan een Jeff van Nutsel, een Wim de Kranen, een Roman van het Groenewoud. En dan heb ik zoiets van, die mogen toch terug eens wat meer op de radio komen. Ja, concreet. Het wordt Wim de Kranen, Rosanne. Ja, fantastisch nummer. Fantastische productie ook. Als je er naar luistert, doordat dat in elkaar steekt, muzikaal, al die lagen, dat gevoel dat met live muziek is opgenomen. Dat is geen synthesizer, dat is hoe dat het moet. Ja. Zonder autotune, niks. Ja. Wim de Kranen ons veel te vroeg ontvallen. Ja. En na 40 jaar staat dat nummer nog altijd als een altijd huis. En koppel jij een bepaald verhaal aan het nummer van Wim de Kranen, Rosanne? Dat is een liefdesverhaal, hè? Van vervlogen liefde of liefde dat niet mocht zijn. En dan, je kunt bekend, je ziet het filmisch voor u dat hij het beschrijft en dat cafeetje waar het hem het dan over heeft en hoe dat zij dan weggaat en dan, dat man de kaai staat. En je krijgt daar ook, dat is audiovisueel dat nummer. Het gaat over een liefde die implodeert. Ja, die niet had mogen zijn. Hè. Dat iets dat waarschijnlijk heel vluchtig was, maar voor hem veel meer dan voor haar. Ja, ook meegemaakt, dergelijke liefdesverhalen. Leuk. Heb je nu er? Ja, voilà. Tuurlijk hebben we allemaal zo wel dingen meegemaakt, hè. Als je jong en wild bent, je bent wild en je jongt wat. Ja, liefdesverdriet, hartepijn, we tuurlijk kennen het. Tuurlijk, ja. Oh, ja. Het zijn mooie emoties, hè. Het hoort met leven en ik zou het niet nog eens willen meemaken, maar het hoort erbij. Voilà, leven, Wim. Ja, Wim de Kranen, dames en heren. Als je liefdesverdriet hebt en je wilt eens diep in die emotie gaan en eens echt goed blijten, dan zitten Wim de Kranen op met Rosanne. Ja, hoort zeker in de top 3000. Voor mij wel. Dankjewel, Slons. Nostalgie.